Nou, dat gaat een boel omzet kosten. Want er zijn nogal wat fietsers. De afsluitdijk gaat vanaf april 3 jaar dicht voor fietsers en voetgangers. Rijkswaterstaat werkt aan de versterking van de dijk. Daarbij hoort ook een nieuw fietspad. Maar dat er voorlopig helemaal niet gefietst kan worden, komt als volslagen verrassing bij het monument op de dijk. Ja, natuurlijk is dat schrik. Ik bedoel, wij gaan altijd uit natuurlijk van een bepaald aantal bezoekers die we op jaarbasis ontvangen, ook met personeelsbestanden. Ja, en dat gaat in dit geval kan dat wel eens anders gaan worden. Ik heb vandaag geen fietsers gezien. Nee, het is nou ook niet echt het weer ervoor en in deze tijd zijn ze er ook niet zo gek veel. Maar ik heb een stukje bijvoorbeeld uit de Leeuwardenkrant net vandaan even opgezocht. Dat er in 2016 gingen er 30.000 fietsers over de dijk heen. Nou, en volgens de nieuwe afsluitdijk is het bezoekersaantal afgelopen jaar verdubbeld. Dus reken het maar uit. Er komen fietsbussen. Ja. Nou, geen probleem zou ik zeggen. Nee, op zich prima dat er een fietsbus komt. En er zal ongetwijfeld wel eens iemand gebruik van gaan maken. Maar een fietser die wil over die dijk heen fietsen. Die wil die belevenis hebben van die dijk te fietsen en met je fiets in een bus te gaan zitten om de dijk te gaan doen, dat lijkt me toch niet hetgene waarvoor je de dijk over wil. Van waar tot waar kun je niet meer fietsen? Nou, in eerste instantie, ik heb een kaartje gekregen. En dat begint in april al, dat eigenlijk van Den Oever richting het monument wordt het al afgesloten. En dat gaat alleen maar elke periode verder, maar het monument blijft altijd afgesloten, zoals u uit het kaartje kunt zien. Wat gaat u doen? Dat is nog even beraden. Ja, we zullen sowieso ons ook juridisch laten voorlichten wat we hiermee kunnen gaan doen. Maar we zullen het er niet bij laten zitten, want dit is echt idioterie.